Ja, er is een heel groot verschil tussen Nederland en Belgische nationale parken. Een hemelsbreed verschil, zou ik zo zeggen. Om de doodeenvoudige reden dat er in België maar één nationaal park is. En dat ene nationaal park is het Nationaal Park Hoge Kempen. Dat in 2006 geopend is en helemaal ontwikkeld is door mezelf en mijn collega's van het regionaal landschap Kempen en Maasland. Maar in de tijd dat er geen wetgeving was over de nationale parken. We zijn denk ik in België begonnen met een nieuwe stijl, zoals nu in Nederland helemaal wordt ontwikkeld. Waarbij we eigenlijk het Nationaal Park Hoge Kempen ook in een ruimere kader zijn gaan bekijken. Weliswaar met inachtneming van echt wel criteria, maar dat ruimer kader, daar zoeken jullie nu ook naar het beste balans toe van hoe kunnen we een ruimer kader geven voor die nationale parken in Nederland, gebaseerd op nationale parken van wereldklasse, zeg maar. Waar wil je dan naartoe? Je hebt selectiecriteria nodig. Wat is dan minimum een nationaal park als we dat in Nederland zouden willen? Kan 1000 hectare zijn, kan 5000, kan 3000, daar kiezen jullie in. Maar die selectiecriteria zijn belangrijk. Het moet minstens zoveel natuur zijn. Je weet dat er nationale parken een nieuwe stijl nu zijn, waar de oppervlakte natuur in verhouding tot de totaliteit van het nationaal park maar 8% is. En dan stel ik mij de vraag, is die verhouding nog wel correct? Wij stellen voor, en in Vlaanderen moeten we er nog over nadenken, van naar echt robuuste grote gebieden gaan. Omdat zij natuurlijk naast hun natuurfuncties, die dan natuurlijk veel meer ingebed zitten in een groter gebied, en dus ook zelfregulerend kunnen zijn, zijn er heel wat bijkomende interessante gevolgen daarvan. Enerzijds de opslag van CO2, klimaatverandering. Want dat is ook een van de dingen die in Nederland speelt, denk ik. En dat is ook wel een belangrijke les die we geleerd hebben in Vlaanderen. Dat is over hoe kan je bezoekersstromen organiseren. Fietsers, wandelaars en paardrijders en zo verder. En daar is de boodschap heel simpel. Ga uw nationaal park niet structureren voor bezoekers met wandelpaden op het nationaal park grondgebied zelf. Zie dat veel ruimer. Hè. Begin ook in de dorpen, in de steden, in de regionale parken, in de natuurgebieden die er rondom liggen. Dan heb je een veel ruimer gebied om je bezoekers te sturen en de draagkracht van de natuur te beschermen. Het is echt een hele simpele om te doen en de hele regio draagt daar de vruchten van. Al onze, we noemen het stakeholders, geen stakeholders, en het zijn natuurlijk ook wel stakeholders, die hebben eigenlijk allemaal hun handteken gezet van kijk, wij willen dit graag. Waarom? Omdat zij naast de bescherming van natuur, waar ik het ook voor doe, dat er ook een hele grote socio-economische impact is die we zijn gaan berekenen. Dan zie je dat er een jaarlijkse omzet gegenereerd wordt met dat nationaal park dat nu 6000 hectare is, van 191 miljoen euro per jaar en 5000 jobs die daarmee gerelateerd zijn. Dus dan kan ik met mijn hand op het hart zeggen van natuur beschermen is ook goed voor de samenleving, is ook goed voor de economie.